Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe alle bijzondere verrichtingen werken, van file parkeren tot aan vooruit, tot aan hellingproef, tot aan achteruit in een vak parkeren, van alles en nog wat. Let goed op en heel veel succes tijdens jullie rijlessen en natuurlijk op jullie examen. De examinator zegt nu tegen jou, je mag aan de rechterkant achteruit in een vak parkeren. Nou, wat je als eerst gaat doen, is zoeken mooie plekken daarvoor. Bijvoorbeeld dat je vakken hebt met lijnen. Als je hier gaat kijken, dan zie je hier geen lijnen op de grond. Want je hebt lijnen nodig om te tellen. Ik ga het vooruit kijken. Ik zie daar wel lijnen op de grond staan. Binnen, voor, buiten, schouder. Knippen lichten naar rechts. Buiten, schouder. En dan ga je aan de rechterkant stoppen. Wat je nu gaat doen, is je gaat tellen. Stel je voor, je wil in dit vakje uitkomen en dan ga je tellen. Je moet drie vakken vooruit. Dat is 0, hè? Doelvak, dat is 0. 1, 2 en 3. Zie je die lijn? Die witte lijn is heel belangrijk. Want dat wordt jouw draaipunt. Als dat lijntje hier in het midden is, dan begin je met sturen. En volledig ingedraaid naar rechts. Oké, ik heb hem eens achteruit gezet. Ik kijk om me heen voordat ik ga beginnen. Alle spiegels checken. Check. Check, dode hoek. Hè. Je mag niemand hinderen. Tijdens alle bijzondere verrichtingen moet je iedereen laten gaan. Voor laten gaan. Nederlands is moeilijke taal. Oké. Ik ga beginnen. En kijk naar die lijn. Die lijn is in het midden nu. En dan ga ik dus volop insturen. Helemaal. Helemaal. Check ondertussen ook in je spiegels. Tak, tak. En hou je camera in de gaten. Of eventueel je rechter buitenspiegel. Als ik dit bijvoorbeeld nu bij de R zet, dan gaat hij vanzelf omlaag. Je kunt hem ook zelf omlaag doen door middel van dit te besturen. Hè? Als je hem naar beneden doet. Zie je dat? Ik doe hem zo naar beneden en dan gaat hij naar beneden. Dan heb je meer overzicht. Kun je meer die lijnen zien. Check om je heen. Ik zit er bijna in. Ik moet evenredig zijn met die lijn. Om me heen weer kijken. En nu sta ik gelijk aan die lijn en dan draai ik dus anderhalve slag terug. Belangrijk met de navigatie, of sorry, navigatie met de camera. Die rode lijn, dat is jouw grens. Ga dan niet verder. Want als je verder gaat, dan kan het zijn dat jij bijvoorbeeld in de bosje zit. Dit was dus achteruit in een vak parkeren. Perfect. Wat we nu gaan doen is een bochtje achteruit. Ja, dames en heren, een bochtje achteruit, daar hebben soms mensen ook echt wel moeite mee. Hoe doen we dat? Je zet hem eens achteruit. Ik ben nu aan de rechterkant gestopt bij een mooie bochtje. Zoals je mijn rechter buitenspiegel ziet, dan komt er zo'n bochtje aan waar wij achteruit in gaan. Oké, kijk om je heen voordat je gaat beginnen. Het moet veilig zijn, je moet niemand hinderen. Kijk, ik zie daar al een auto. Nou, die is weg. Omdat hij in zijn achteruit staat, kunnen we ook lekker beginnen. Dit doe je alleen op de koppeling. Wat je ook kan doen is, als je dit bij R zet dus, gaat je buitenspiegel mee omlaag. Sommige auto's hebben deze functie. Je kan hem ook zelf handmatig weer instellen. Je gaat gewoon met die bocht mee. Mensen hebben soms een error van, ik weet niet welke kant ik moet opsturen. Je kunt denken aan de kont van de auto. Als je wilt dat de kont naar rechts gaat draaien, dan draai je dus naar rechts. Een soort van een ezelsbruggetje. En je ziet die deurhendel toch? Probeer die deurhendel nou net niet in dat putje te draaien. Waar water zich verzamelt. Daar moet hij niet in komen, want als je dat doet, ben je te dichtbij. Kijk ook om je heen. Hou het veilig. Ik heb nu geluk dat er niemand vanuit daar kan komen, maar wel achter me. En als je goed kijkt, dan zie je heel veel auto's ook daar geparkeerd staan. Zie je, ik ga gewoon rustig beginnen met sturen. Soms moet je meer draaien, afhankelijk van hoe ver jij van die stoep afgaat. Maar nogmaals, blijf om je heen kijken, want iedereen moet je voor laten gaan.
Zie je dat, hoe perfect? Ik beweeg niet eens, hè? Met mijn stuur. Nu zie je dat die handvat net bij dat putje is. Nou, dat wil ik natuurlijk niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga een stukje terugdraaien. Zodat de auto recht achteruit rijdt. Perfect. En dan draai ik hem weer rustig naar rechts toe, omdat ik weer recht kan zitten. En blijf weer om je heen kijken. Komt een scooter aan. Die gaat voor natuurlijk. Fietser, oma komt eraan. En die moet er ook voor. Dag oma. Nou, en dan ga je nog 5 meter van de kruispunt af zijn. En allemaal op de slippende koppeling. Dit is een perfecte bochtje achteruit. U mag in deze straat keren door middel van 3 steken. Oké, meneer. Binnen, voor, buiten, schouder. Richting naar rechts. Buiten, schouder. En dan pas ga je aan de rechterkant stoppen. Heel veel mensen die stoppen eerst en dan denken ze, oh, ik geef nu mijn knipperlicht aan. Dat is natuurlijk verkeerd. Je moet eerst gaan spiegelen voordat je gaat stoppen. Oké, kijk weer om je heen. Is het veilig? Alle spiegels checken. Nogmaals, check alle spiegels. En als het veilig is, dan ga je beginnen. Check alle spiegels! Niet vergeten. Ik doe expres zo hard erop pushen dat je moet kijken. Niet vergeten, hè? Oké. Check alle spiegels. Wat we nu gaan doen, ik heb hem dus in 1 gezet. En dan ga je rustig vooruit rollen. Rustig. Kijk, de koppeling heb ik een klein beetje omhoog. Dat is voldoende. Klein beetje omhoog. Hij rolt al. Ik doe het op een langzame, rustige tempo. Op het moment dat de auto begint met rollen, kan ik naar links gaan sturen. Maar toen kwamen auto's. Die moeten we voorlaten. Check in de linkerbuitenspiegel. Hallo, hallo. Dan geef ik mijn knipperlichten aan naar links. Om aan te geven van ik ga nu beginnen. Wat doe je dan? Eerst rollen dus. En dan helemaal sturen. Ik doe nu met 1 hand sturen. Jullie moeten met 2 handen sturen. Kijk om je heen nog steeds. Voordat je de stoep gaat raken. Draai je 1,5 slagje terug. Zodat de wielen weer recht staan. En dan tik je de stoep. Zachtjes aan. Oké. Zet je mensen achteruit. Voordat je gaat rollen, kijk je weer om je heen. Voordat je rolt, kijk je weer om je heen. Als er niemand aankomt, dan ga je eerst rollen. En dan draai je weer volop de andere kant op. Check. Check. En voordat je de stoep raakt, draai nog 1,5 slagje terug. Oké, hebben we geraakt. Zet je weer in z'n 1. Kijk je weer naar links. Zie je die auto? Oké. En dan ga je weer verder. Want die mevrouw die wacht op mij. Dag mevrouw. Beter als ik doorrijd, dan hinder ik haar ook niet. En dan hebben we een mooie zonneschijn, hè. Wat we nu gaan doen, mensen, is de halve draai. Wat is de halve draai? Nou, je gaat de auto in 1 keer keren zonder dat je nog achteruit hoeft te gaan. Belangrijk hierbij is dat je gaat kijken dat je ook weer niemand gaat hinderen. Zoals je ziet heb je hier ook een fietspad. En dan kunnen mensen daar fietsen of lopen. Je moet natuurlijk hun allemaal voor laten. Je mag niemand hinderen, dus blijf ook om je heen kijken. Wat we gaan doen, is, ik heb hem eens 1 gezet. We rijden rustig vooruit. Knipperlichten naar rechts. Binnen, voor, buiten, schouder. Richting naar rechts. Buiten, schouder. Kijk voor de fietsers, want je gaat gebruik maken bijna van hun weg. Komt niemand aan, stuur hem in naar rechts. En dan zie ik hier een fietser komen, die wil ik niet hinderen. Die wacht ik hier. En dan ga ik helemaal naar links sturen, alsof ik weer links afsla. En dan draai ik hier, heb ik weer heitanden, hè. En dan stop ik weer om te kijken of er niemand aankomt. En dan ga ik weer mijn weg vervolgen. En dit is de halve draai. Verderop hebben we een mooie helling. Ik weet niet of we dat al zien. Daar zo. Mooi, hè. Die. Daar gaan we dus op stoppen. Dan gaan we de hellingproef doen. Dus mensen doorrijden. Yes. Ik zet alvast deze aan. En dan ga ik op de helling stoppen. Zo. Yes. En dan ben ik gestopt.
Nou, bij hellingproof is het belangrijk ook dat je om je heen gaat kijken. Hè. Je mag weer niemand hinderen bij het wegrijden. Hoe gaat het in zijn werking? Je hebt de koppeling, die heb je helemaal in. Als je de koppeling in hebt en je laat de rem los, dan rol je achteruit. Dus je moet de rem ook vast hebben dit keer. Ik zet hem in zijn 1. Die koppeling, die laat je rustig opkomen. Rustig. Dan hoor je al dat de auto toeren wil maken. Nou, op dat moment, dan kan je de rem loslaten. En wat gebeurt er als je de rem loslaat? Blijft hij nog even vast en dan gaat hij los. Dus nog een keertje. Hou de rem vast. Ik laat nu mijn voeten zien. Ik laat de koppeling opkomen. De auto maakt toeren. Laat ik de rem los. Ik hoef nog geen gas te geven zelfs. Mag wel. Bij benzineauto's vooral. Hè, dat mag. Klein beetje gas dan. En dan laat je de koppeling los. Nog een keertje. Maar dan nu vooruitkijkend. Ik rol even achteruit. Oké. Okay. 0 km per uur. Even een breedbeeld. Ik heb de rem vast. De koppeling in. De koppeling laat ik een beetje opkomen. Dan pas, als de auto toeren maakt, laat ik de rem los. En dan rolt de auto rustig vooruit. De koppeling kun je rustig daarna loslaten. Geef je een klein beetje gas bij. En dan rol je. Vooruitvak parkeren aan de rechterkant. Nou, ik sta eigenlijk dan hier zo en ik wil rechts parkeren. Wat doe je? Binnen, voor, buiten, schouder, richting naar rechts, buiten, schouder en dan ga je alvast een beetje naar links sturen. Rijd op de linkerbaan. Daar ga ik in. Op het moment dat mijn buitenspiegel op de lijn is van het vak waar ik in wil, dan begin ik helemaal naar rechts te sturen. Dat is nu ongeveer. Dan ga ik helemaal naar rechts. En dan ga ik op een rustige tempo. Eerste versnelling. Als je het gevoel hebt dat je gaat botsen, niet de risico nemen. Ga gewoon achteruit corrigeren. Klein beetje terugsturen naar links, zodat je die auto rechts niet raakt. En dan zet je weer recht in het vak. Klein beetje naar voren. Ook niet te ver. Je moet de bosjes niet raken. En dan zit je er perfect in. Wegrijden hoort er ook bij. Dan zet je mensen achteruit. Stel, ik wil die kant op. Wat doe je dan? Sst. Stil maar, jochie. Het is veilig. Maak je geen zorgen. Moment dat je buitenspiegel voorbij de achterkant, de achterbumper van die auto is, deze dus, begin je met sturen. Kijk alle kanten. Nu zijn we voorbij en kan ik gaan sturen. Zo zal ik hem ook nooit raken. Ook opletten dat je de auto achter je niet raakt. Top, dan zet je hem in zijn 1. Zoals wil hij niet. Zo, en dan ga je weer je weg vervolgen. Natuurlijk heb je om je heen gekeken. Helemaal naar rechts sturen. En dan weer door. Dat doe je allemaal met 2 handen. Ik doe nu met 1 hand omdat ik aan het filmen ben. Vooruitvak parkeren aan de linkerkant. Hoe doe je dat? Binnen, voor, buiten, schouder. Geef je naar links, buiten, schouder. Let op dus de lijnen. Als je buitenspiegel op de lijn is van het vak waar je in wilt, dan begin je met sturen. Ik ga nu daar tussenin parkeren tussen 2 auto's. Ik ben helemaal aan de rechterkant. En ik draai helemaal in op het moment als mijn buitenspiegel op de lijn is. Maar er komen mensen aan, dus die moet ik ook voor laten gaan. Ik blijf nog steeds om me heen gaan kijken. En dan draai je helemaal naar links. Zoals je ziet, rijden we perfect erin. Je kunt corrigeren ook, hè. Sturen mag, zoveel als je wil. Als je maar erin zit op een veilige manier. Daar wordt vooral naar gekeken. Nu wil ik die kant op. Even uitzoomen, zo, rustig, ook om je heen kijken, komt niemand, daar komt niemand, continu blijven kijken, want nu heb je helemaal geen overzicht. Buitenspiegel moet bij zijn achterbumper zijn, dan begin je met sturen, dat is nu zoals je ziet.
Dan kan ik draaien. Kijk die kant. Hou nog steeds de voorkant in de gaten. Hè? En ook achter je. Oh, sorry. Jullie kunnen zo kijken, dat is beter. Yes. Zet ik hem in zijn 1. Kijk ik weer die kant. Kijk ik die kant. En dan draai ik helemaal naar links. Omdat ik niet wil raken. En dan ga je je weg weer vervolgen. Het is een mooie achtergrond, hè, deze. Mijn vrouwtje. We gaan een file parkeren, dames en heren. Zoals jullie hier voor me zien, heb je een witte auto. Daarnaast ga ik even stoppen. Zet ik hem eerst in zijn 1. Ga ik hier vanuit stilstaande positie even wegrijden. Binnen, voor, buiten, schouder. Knip je licht naar links, buiten, schouder. Komt een auto aan, zoals jullie zien. Die moet ik gewoon altijd voor laten. En dan pas kan ik gaan wegrijden. Nou, binnen, voor, buiten, schouder. Knip je licht naar rechts, buiten, schouder. En dan stop ik met mijn buitenspiegel net voorbij de neus, de voorkant van de auto. Ik ben een halve meter vanaf van die auto. Halve meter moet je vanaf zijn. Zet ik hem eens achteruit. Kijk ik om me heen. Het is veilig. En nou, ik zie een fietser aankomen. Staat nog eens achteruit. En dan begin je met rollen. Op het moment dat jouw achterbank bij zijn achterkant is, dan begin je met sturen. Dus dan hebben we het over dit punt ongeveer. Mijn achterbank is bij zijn achterkant. En voordat je gaat sturen, kijk je weer om je heen. Ja, die had je niet verwacht, hè, die fietser. Het is nu echt veilig. En dan ga ik beginnen met sturen. Helemaal ingestuurd naar rechts. Tweede draaipunt is wanneer je buitenspiegel, rechter buitenspiegel, bij zijn bumper is. Dus bij zijn achterkant is. Dat is ongeveer nu. Nu begin je dus weer terug te sturen. Ik doe het weer met 1 hand, jullie doen het met 2 handen. Laat even jullie zien. Zet ik deze bij de R. Dan gaat hij naar beneden. Hoe ver die stoep eigenlijk vandaan is. Je kunt altijd nog spelen, hè, met die stuur. Je kunt ook zeggen van ja, ik draai een stukje terug om dichter bij de stoep uit te komen. En dan weer een stukje verder. In principe maakt de afstand met de auto voor jou niet echt uit. Als je maar gewoon op een veilige manier weer in het vak staat. Dit is file parkeren in 1 minuut. Als laatste, dames en heren, laat ik jullie recht achteruit rijden zien. Hoe werk ik dat? Je begint natuurlijk, hè? Belangrijk puntje deze. Zet je maar eens achteruit. Dan gaat je buitenspiegel vanzelf weer omlaag. Je gaat gewoon die stoep volgen op een rechte lijn. Je hoeft niet veel te bewegen met je stuur. Belangrijk bij deze oefening is dat de examinator naar jou gaat kijken of je goed om je heen gaat kijken. Kijk je niet veel om je heen, dan kan het zijn dat jij voor deze oefening bent gezakt. Of tenminste, geen vrijstelling kan krijgen op je examen ook. Wat moet je doen? Wachten tot iedereen voorbij is. Ik heb hem eens achteruit gezet. Al hebben ze niet veel ruimte. Ik wacht gewoon tot iedereen weg is. Kijk. Nou, wat je doet is langzaam langs dat stoepje achteruit. Kijk weer om je heen. Ik zie fietser aankomen. Het is een drukke straat. Vandaar dat ik deze straat heb gekozen, is hij weg. Langzaam. Ik draai niet eens bij mijn stuur. Zie je dat? Gewoon zo langzaam. Je moet een soort van een regenboogje maken. Met je hoofd. Tak, 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 tak. En dan rij je ongeveer 20 meter achteruit. Lage snelheid hou ik. Helemaal top. Dankjewel, zegt meneer de examinator. Je mag verder rijden. En dan zet je mensen 1. En dan rij je verder. Knip je licht naar links. En dan gaan we door. Dit was het dan, dames en heren. Vergeet niet te liken, te abonneren. En tot de volgende keer.